Willemstad op Curaçao, hoofdstad van de Nederlandse Antillen. Zetel van de Antilliaanse regering. Hier voerde minister-president Den Uyl besprekingen met de leden van de Antilliaanse ministerraad. Onder andere over het tijdstip waarop de Antillen in navolging van Suriname onafhankelijk willen worden. Hij bezocht op Curaçao de plantage Wambo, waar hij en zijn vrouw hun dorst lesten met Awa di Coco, kokosmelk. Hier worden groeiproeven genomen met bepaalde boomsoorten in verband met herbebossingsplannen voor het eiland. In klein kwartier werd de premier rondgeleid op een varkensfokkerij. Een door het gouvernement opgezet bedrijf ter stimulering van de varkensteelt op het eiland. De minister-president bracht ook korte bezoeken aan Bonaire en Aruba. Op dit laatste eiland maakte hij kennis met de erbarmelijke woontoestanden in sommige wijken, waar velen een primitief onderdak hebben gebouwd uit golfplaten. De werkeloosheid is groot op dit eiland, waar de grootste partij, de MEP, zich verzet tegen opneming van Aruba in een onafhankelijke Antilliaanse republiek. Deze partij wil voor Aruba een aparte status. Overigens worden op het eiland uit fondsen van de Nederlandse ontwikkelingshulp ook goede en goedkope huizen gebouwd. Zoals de premier kon vaststellen bij de bezichtiging van een project van 125 volkswoningen in Tarabana. Van de bovenwindse eilanden die de heer Den Uyl bezocht, kwam Sint Maarten kort geleden in het nieuws. Op dit eiland, waarvan de helft nog een Franse kolonie is, ging het niet zo vriendelijk toe als dit bord wil doen geloven. Want in de hoofdplaats Philipsburg werd het bestuurskantoor met de woning van de gezaghebber tijdens onlusten in brand gestoken. Hierbij ging een tal van documenten verloren. Aanleiding voor de rellen was een staking van het Antilliaanse personeel van een op Sint Maarten gevestigd Japans visbedrijf en het daarop gevolgde ontslag van de stakers. De arbeidsonrust is maar één symptoom van de zorgelijke economische situatie die premier Den Uyl op de Antillen heeft aangetroffen. Er zijn grote prijsstijgingen en er is een toenemende werkeloosheid. En dan is er verder een duidelijke terugval in het toerisme, die het algemene beeld weinig florissanter maakt.